Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 3. What the... Ah, you fucking came me! Man, nee, maakt niet uit. Welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 3 free-for-all winstreak aflevering. Zoals jullie weten, probeer ik in deze serie elk free-for-all potje die ik ook maar speel te winnen. En op het moment dat wij één free-for-all potje verliezen, is meteen deze gehele serie afgelopen. Dus vind je dit al leuk om naar te kijken? Dan natuurlijk sowieso kijk op die like knop als wij weer... Even wachten. Als wij weer de 3000 likes kunnen halen, jongens, zou ik dat super vet vinden. Sowieso natuurlijk bedankt voor de support bij deze serie, want dat is echt gewoon insane. En tot nu toe hebben wij natuurlijk ook nog niet verloren, dus daarom blijft hij natuurlijk ook nog doorgaan. We spelen nu wel op een map waarvan je denkt van, Jan, is dit zo'n handige map om te spelen? Nee, maar ja, hey, we krijgen de map hunten, dan gaan we de map hunten spelen ook. Ik ga niet mappen uitzoeken die we wel of niet spelen. Ik speel gewoon lekker elke map die ik krijg. En vandaag is deze irritante scheidmap, maar ja, die hoort er natuurlijk ook bij. Dus dit is in deze map wel even goed opletten, want anders... Die vent is zo dom, jongen. Ik zweer het je. Die vent is zo fucking dom, ouwe. Hij heeft een shotgun. Oké. Zal ik even wat tips geven voor de shotgun? Als je een enemy ziet, loop vooruit. En niet fucking achteruit, want dan kan je hem toch niet meer raken, slimme man. Die vent die rijdt achteruit terwijl hij een shotgun heeft. Dan kan hij me toch nooit raken met dat ding. Er zitten twee in het water. Komt er ook één achter me. Oh, gaan we lekker neerrammen, joh. Hij is doodgegaan, man, die vent. Door hem. En dan komt er hier nog een aan. Oh, je hebt me eindelijk. GG, jongen, GG. Oké, fair enough. Hij rende nu wel naar me toe. Hij luistert naar mijn tips, nu al. De video staat niet eens online, man. What the fuck? Oh. Zit er ook nog een achter me, zit er een achter me. Yep, daar is hij. Hij kwam niet achter me aan, man, die vent. Ik kan hem nu wel zien op mijn kaart, dus hij komt nu terug. En die motherfucker. En die motherfucker. Zo, jij bent slecht. Motherfucker. Nee. Mijn Kura kan alles aan, jongen. Hij zit te campen. Nee. Ik zat de hele tijd te wachten tot ik die vent hoorde. Want ik wist niet dat hij hier binnen aan het campen was. Dus vandaar dat ik even daar bleef staan. Ik zat namelijk te wachten tot hij wegren. En dat deed hij ook uiteindelijk. Nu ben ik wel even aan het campen, sorry. Soms moet het even, jongens. Nee, jongen. Kappen nou met die shotgun van je. Ah, kak. Zit er nog een te zwemmen. Het gevecht speelt zich aan één kant van de map af, jongen. Vind ik wel lachen. Om te zien. Ze zit allemaal in dat water, jongen. Dit valt er nu één naar beneden. Die laat ik lekker lopen. Kijk, hij staat er beneden te wachten, jongen. Wat een baas. Dan kom je alsnog naar boven, hè. Dat is toch niet slim, jongen. Ze heet blijft wachten en je wordt getagd, dan kan je beter blijven wachten ook, ouwe. Ah, mijn Kura kan toch niet alles aan. Het was een grapje, jongens, Maar hij kan wel alles aan, maar je moet wel raakschieten. Als je raakschiet, kan... Zo! What the fuck, er komt er hier een, maar er komt er hier ook nog een. Maar hier zit er ook nog een. Kom dan, rechts. Niet geturnd worden, Jan, want dan ben je noob. Dank je. Komt er hier weer een? Oh, hij zit er nog. Oh, we hebben al gewonnen. Woo! Alsnog een redelijke kutmap. Maar toch 30-4 als eindscore, weet je. Dus ik hoef niks te klagen. Die Andy moet wel even in de gaten houden. Want die Andy weet wel hoe die free-for-all moet spelen. Alleen, nu moet hij nog leren dat hij raak schiet. En dan kan hij zo'n potje makkelijk winnen. Dus we beginnen lekker. Er kwam nog een links aan met zijn shotgun. Die had ik al gehoord. Maar deze vent, ja, die zat uit de camp, weet je. Dus dan kill ik hem eerst. En toen was het potje opeens afgelopen terwijl ik het niet door had. Dus het was een mooi potje. Het was een lekker potje. We spelen natuurlijk nog game nummer 2 erachteraan. Dus tot en met game nummer 2. We zijn nu op de map
Wow, ik had niet verwacht dat het zo dichtbij was gespand. We zijn op map combat aangebroken. Nou, dat houdt natuurlijk in dat we kleinere mappen hebben. Dat houdt natuurlijk ook automatisch in dat ik een ander wapen heb gepakt. Natuurlijk de Vesper voor de korte afstanden. En de shotgun man zit er nog steeds in. Hier op deze map kan die shotgun man wel meer verrichten dan die net de hele tijd deed. Dus wow, gek. Dus we moeten hem natuurlijk wel voor goed in de gaten gaan houden. Want ik heb geen zin om door hem dood te gaan. En daar was die al, jongen. Shit, sorry. Ik moet even op mijn geluid gaan letten in deze lobby. Links. Kom maar. Achter me. Zo! Dat was een mooie kill, ouwe. Holy fucking shit. Die had ik niet zien aankomen, gek. Dat was een hele mooie kill. Dus ik was zelf ook lekker scheef weer. Dus lekker handig weer, Jan. En ik ga een beetje sloom nu. Hij rent weer naar achteren, zag je met zijn shotgun. Hij rende weer naar achteren met zijn shotgun. Ik kill hem twee keer achter elkaar, lol. Hé, mij hoor je niet klagen. Het zijn namelijk toch weer twee kills erbij, namelijk. Die is weggerend, komt hier links. Zit er één achter me. Wat? Er zat er één achter me aan, nou, maar die is blijkbaar gewoon weggegaan. Ik dacht ook, hé, die Jaraski gaan we niet volgen. Zo, de knetter, hé. Oké, we staan weer voor, jongens. We kunnen weer rustig aan doen. Ik wil altijd even ver voor staan. Dan kan ik tenminste weer rustig ademhalen. In plaats van dat je echt maar twee kills voor staat. Want dan ben je namelijk de lul als het verkeerd gaat. Oh, yo. Die vent is goed, man. Zo, de knetter, hé. Mooie kills maak jij, gek. Die vent is goed. Goed bezig, man. Of die potje gaat winnen, dat is een ander idee. Jongen, ik kan je alsnog zien, jongen, met je glitch. Gaat eens een glitch gebruiken. Het was een handige glitch voor die hij gebruikte. Alleen, hij was getagd, dus het was niet zo handig om hem te gebruiken, zeg maar. Oh, yo, Jan. Ik ben zo scheef soms met die Vesper. Zit er een achter me. Hij komt hier. Spant hij hier nu? Oh, what the fuck? Ik dacht dat hij al dood was, sorry. Ik spant hier weer. Ik ben even aan het concentreren hoor. Mag ook wel eens. Kak, jongen, die had ik niet verwacht, die spamplek. Die had ik niet zien aankomen. Goeie kill, jongen. Count je erbij, want dan weet je niet waar je bent. En nog één kill. Links. En klaar. Hoppa. Kaboom, bim, bam. En dan hebben we weer twee winsten erbij. Zo, die Mr. Trap die kan wel raakschieten, man. Dus goed gespeeld, ouwe. Boodschap, emblem. Het is toch een Nederlander ook, wat de baas. Hij kon wel raakschieten, die Mr. Trap. Alleen hij heeft niet snel genoeg de kills gemaakt. Dus ik heb alsnog met een 13 kill voorsprong gewonnen. En Kevintje staat derde. Dus lekker gespeeld, Kevintje. Dat is ook een Nederlander. Dat had rood-wit-blauw vlag. En daarbij, jongens, hebben we weer twee winsten erbij. Dus de winsten die blijven nog steeds doorgaan. En als ze zo door blijven spelen, dan gaat het heel erg goed. Dus allemaal bedankt voor het kijken, jongens, naar deze aflevering. Als je op grote ram natuurlijk zo'n kaart op lijn op. Als we de 3000 likes kunnen halen, zou ik dat super vet vinden. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.